Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Daar even gestopt. Voorzet komt nog en dat was een buitenkans. Na 90 seconden op de openingstreffer. Busquets heeft ruimte gevonden op de linkerflank. Alba. Alba, daar komt Dest weer aangevlogen. En Depay zal dat ook wel voelen, dus moet hij wat aanvangen met deze vrije trap. Die was helemaal perfect op maat voor Luc de Jong. En dan zou je toch zeggen, die had perfect gekadreerd kunnen zijn. Uitkijken. Wel willen uitvoetballen, maar dit is een topkans voor Luc de Jong. Niet met het hoofd nu, maar met de voet. De redding van Georgi Bouchan. Hier is Dest. De openingsgoal mee. Tien minuten voor de rust. Het heeft toch weer wat weg van Barça dat de druk opvoert. En daar is ze dan weer. Met Piqué. Die daar nog staat na de standaardfase. Terwijl die bal even de andere kant uitging. Dan zorgt dat voor een grote ontlading. Hier waren ze even uit het oog verloren. De defensie van Dynamo Kiev. Nou, van de Jong. Memphis. Ja, de Jong krijgt hem terug. Ansu Fati is de bedoeling. Ah, zit goed in elkaar. Actie opgezet. Grote verdiensten van Frenkie de Jong. En dan was het misschien te voorspelbaar om daar nog Ansu Fati te gaan bereiken. Want ook nu is dat niks. Ansu Fati gaat het toch nog doen. Kijk eens. Oh. Hier was Camp Nou wel klaar voor. Hoor. Voor een doelpunt van Ansu Fati. Al zo enthousiast toen hij ging opwarmen na een half uur. Hier, Doeman Bouchan, die zijn team toch helemaal in de problemen brengt. En dan wou hij het nonchalant laconiek doen. De kans op 2-0 is er nu voor Coutinho. En kijk. Ronald Koeman had daar al lang ontspannen willen zitten. Een eindig balletje leek het wel van Coutinho. Die misschien wel de tweede zone zocht, maar het was misschien gezichtsbedrog. Ansu Fati. Voor de slotminuut van de blessuretijd. Agüero. Het publiek had het misschien wel verdiend. Zo, het hoeft niet mee voor Turpin.
Er is niks meer mogelijk voor Dynamo Kiev, dat dus een derde wedstrijd op een rij niet tot scoren komt. Ansu Fati begon aardig. Hij is in ieder geval beurt, maar het eemt er dan weg met minder moment. Hij is ook nog jong. Op zijn 18e. En Lucescu heeft echt niks klaargemaakt met dit Dynamo Kiev. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.